Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweek vlog. Het is vandaag maandag 11 maart en ik ga voor jullie weer een nieuwe vlog beginnen. Dus als je er heel veel zin in hebt, doe zeker een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik ben net aangekomen op werk en vandaag staat een hele leuke dag op de planning. Want we gaan de kinderen vertellen welke musical we dit jaar gaan doen. En ik kan echt niet wachten, want ik ben natuurlijk nu juf van groep 8. Dus ik mag echt heel veel aan de musical gaan doen. En ik heb net eventjes mijn eten en drinken. Ik heb mijn fles water die ik moet opdrinken. Ik heb een beetje bananenbrood mee. Ik heb een shake mee. En een appel en mandarijnen. En een tosti voor tijdens de lunch. En ik ga nu eventjes alles klaarzetten als hij het doet. Hoppakee. En de musical die wij gaan doen is zo goed als nieuw. Echt een hele leuke musical. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Maar ik kan echt niet wachten om aan de kinderen te vertellen. Ook gemeentes waar het niet zo goed is geregeld. En er ligt al het afval gewoon op straat. We gaan even kijken. De volgende. Zij hebben ervoor gezorgd dat je pas vanaf 18 jaar alcohol mag drinken. Wat denken jullie? Denken jullie de gemeente, de provincie of het Rijk? Het is antwoord C. Dat bepaalt heel Nederland over. En dat kan je ook wel zo onthouden. Het betekent niet dat je in Brabant opeens wel alcohol onder de 18 mag drinken. Dat is overal dezelfde regel. Zij beslissen welke vakken verplicht zijn op school. Zij... Oké, het is na schooltijd en we hebben dus vandaag de musical bekendgemaakt. Echt super, super leuk. En de kinderen waren echt heel enthousiast. We hebben een beetje de rollen bekeken. En het gaat dus over een kringloopwinkel en het is echt een heel leuk verhaal. Dit is dus de eerste keer dat ik dit ga doen, maar ik kan echt niet wachten. De liedjes zitten ook al echt helemaal in mijn hoofd. En ze hebben vandaag de labbooks afgemaakt over... We zijn bezig met een landenproject en in hun labboek moesten ze over het eten en drinken van hun land. En die hebben ze dus nu af. Kijk, de ramen zijn nu helemaal mooi versierd. En hier zijn de labboeken. Dus dit is van Taiwan, Iran en dan gaat het ook over het eten. Jordanië, China, Japan. Dus dit hebben ze gemaakt, heel erg leuk. Dus die hangen nu in de klas. Ziet er gelijk alweer een stukje leuker uit. Ja, wat ik verder moet doen, moet het rooster zo meteen nog even afmaken. En ik ga een klein beetje opruimen, want ik merk dat het een beetje... Nou, het is niet rommelig als je mijn klas kijkt, maar toch is het rommelig. Snappen jullie wat ik bedoel? Dus ik ga nu eerst eventjes een beetje opruimen. Oké, ik had ook nog een pakketje van Shein, wat ik heel graag aan jullie wilde laten zien. Dus ik dacht, ik doe het nu gewoon even in de vlog. Ik heb voor jullie ook een kortingscode, dus... Ja, gebruik die zeker. En ik heb echt heel veel leuke items. En ik dacht, ik doe de items gewoon aan. En dan laat ik ze aan jullie zien. Want ik heb ook jassen en schoenen en sportsetjes. En echt heel veel leuke dingen. Wel best wel veel zwarte items. Maar bijvoorbeeld ook deze crop blazer. En ja, ik dacht, het is misschien beter als ik het gewoon aan jullie laat zien. In plaats van dat ik de hele tijd naar voren ga houden. Dus dat ga ik nu voor jullie doen. Nou, het eerste item is deze jas. En ik ben hier echt super blij mee. Ik heb hem echt al de hele week aangehad. Maar het is zo'n lange witte jas. En hij heeft dus ook knopen. Zodat je hem dicht kan doen. En hij komt bij mij ja, over mijn knieën heen. Maar ik ben er echt super blij mee. En gewoon een soort witte teddystof is het. Het volgende is deze crop blazer. Ik heb er nu even alleen een BH onder. Maar je kan hier natuurlijk ook gewoon zo'n topje onder doen. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik had zoiets nog niet. En ik vind het toch even iets anders dan gewoon een normale blazer. Hij zit heel erg mooi. Ik heb hem in een maatje M. Ik heb alles in een maatje M genomen. Zodat het iets groter is. Want alles valt meestal wel klein. Dus dit is het crop blazertje. Het volgende is dit blouseje. En dit blouseje gaat natuurlijk echt helemaal viral met die strikjes. En ik dacht, ik vind dit ook wel heel erg leuk. Alleen deze was dan echt veel goedkoper. Ja, je moet er wel echt iets van een hemdje of zo onder doen. Of even een ander BH'tje. Maar ik vond hem wel heel erg cute. En hij heeft dus hier ook van die strikjes.
Dus ja, ik ben er echt heel blij mee. En het ziet er ook nog eens heel cute uit. Dus dat is dit leuke blouseje. Nou, dan een van mijn lievelings. Heb ik ook al aangehad. Maar dat is dit denim pak. In het grijs dan wel. Maar hij zit zo lekker. Ik heb hem in een maat M. Hij is dus niet te lang. En hij is echt heel stretchy. Dus je kan hem echt heel makkelijk, ja. Je kan er lekker in bewegen. Hij zit gewoon niet te strak. Hij zit heel lekker. En ik ben er heel erg blij mee omdat hij ook niet te lang is. Dus dit is echt een toppertje. Misschien bestel ik deze ook nog wel in blauw. Ik heb ook nog deze laarzen. Ik heb alleen nu niet zo'n zin om ze aan te doen. Maar ik zal wel even een fotootje plaatsen hoe ze staan. Maar hier ben ik ook echt heel blij mee. Want ik had eigenlijk nog niet van dit soort laarzen. En deze waren ook echt mega goedkoop. Dus deze pareltjes. Dan heb ik ook nog deze. Deze zit echt super lekker. Dit is gewoon zo'n chill setje. Dit koop je dan in een set. Dus er zit ook nog een broek bij. Heel zacht. Dus daar ben ik heel blij mee. Verder niet echt super bijzonder. Gewoon heel cute. Dus dit waren de items van Shein. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Good morning. Het is vandaag dinsdag. En ik dacht, ik film even in de ochtend voor jullie. Ik dacht, dat vind ik wel leuk. Ik heb dus nu een nieuw pak aan. Ik ben er echt super blij mee. Ik was blij dat ik hem aan kreeg. Hij is namelijk van Shein. En ik vind dat altijd echt, ik weet nooit hoe het zit. Dus ik ben blij dat ik met mijn lichaam in een maatje M kwam van Shein. Nou, in ieder geval, mijn haar is echt vet. Dit is altijd de laatste dag dat ik ermee moet doen. En dan mag ik het morgen van mezelf weer wassen. Oh. En dan mag ik het morgen van mezelf weer wassen. Dus dat is top. En ik ga dus zo meteen weer werken. Ik heb dus nu wel iets met zilveren knoop. Dus ik denk wel dat ik dan even zilveren sieraden om ga doen. Beetje extra, maar maakt niet uit. Ondertussen ga ik even mijn make-up doen. En ja, gisteren heb ik dus die musical bekendgemaakt. En na de meivakantie gaan we echt dagelijks oefenen. Maar ik vond het wel heel leuk dat we nu al een beetje, ja, dat de kinderen het wel gewoon al wat weten. Dus dat we een beetje de liedjes kunnen opzetten. En dat soort dingen. Nou, ik heb al eerder geholpen met de musical. Dus dat is helemaal geen probleem voor mij. Alleen ja, nu moet ik het natuurlijk wel voor het eerst helemaal alleen doen. En dat is natuurlijk wel wat anders dan dat je gewoon meehelpt met de musical. Dus dat. Maar ik vind het wel een van de leukste dingen van groep 8. Dus ik ben er wel heel blij mee. Verder moeten de kinderen dus gewoon nog heel hard werken. En dat is natuurlijk wel anders dan andere jaren. Dan had je natuurlijk gewoon een eindtoets waar je naartoe werkte. En nu hebben ze dat niet echt. Dus ik merk wel, nou eigenlijk nu niet meer echt. Maar eerst werd de motivatie wel wat minder. Maar gelukkig is dat wel echt een beetje weggegaan. Dus dat is heel fijn. Zo. En ik denk als we zo meteen aan de musical beginnen dat het ook wel minder wordt. Oh, mijn camera is vol. En ik lijk zo wit omdat ik zo'n fel licht heb aanstaan. Even mijn camera doen. Ik ben wel blij dat ik weer juffenweekvlogs maak. Alleen wat ik wel gewoon echt vind. Mijn juffenweekvlogs lijken gewoon heel erg op elkaar. Omdat je elke week hetzelfde doet. In een klas. Kijk, natuurlijk is niet altijd alles hetzelfde. Maar ja, het ziet er toch wel allemaal een beetje hetzelfde uit. Ik doe nu eventjes concealer op. Dus ja, dat vind ik wel gewoon een beetje lastig soms. Dat ik denk, ja, ik weet gewoon niet wat ik nu moet filmen. Dus ik ben wel heel benieuwd wat jullie leuk vinden om te zien. En ik weet ook gewoon als ik een normale video opneem, dat ik daar ook altijd echt heel veel leuke reacties op krijg. Dus ja, als ik gewoon vakanties en zo heb, dan kan ik ook gewoon normale video's maken. En ik probeer dus nu ook wel wat meer in het weekend en na schooltijd te filmen. Dit weekend ga ik een weekendje weg met mijn vriend. Dus misschien ga ik daar wel een aparte vlog van maken. Maar ja, dan moet ik natuurlijk deze week wel genoeg gefilmd hebben. Nou, dan breng ik altijd een liquid bronzer aan. Ik heb nu deze van Essence. Ik gebruik dus nooit echt al mijn dure make-up als ik naar werk ga. Dat vind ik dan zonde. Zo. Maar ik doe wel altijd gewoon full face. Want ik vind het gewoon leuk om mijn make-up te doen. Dus ik ben wel heel benieuwd wat vinden jullie leuk om te zien op mijn kanaal. Want een mukbang dat kan ik gewoon bijna nooit filmen. Maar dat vind ik wel zelf het leukste om te doen.
ga ik binnenkort ook wel weer filmen. Maar ja, wat voor video's nog meer? Want ik had laatst een make-up video, een beetje zo als dit, maar dan met vragen beantwoorden over werk en zo. Maar ja, die video was dan niet super goed bekeken, dus dan denk ik, nou ja, dat is toch wel wat minder. Dus voor mij is het soms nog een beetje zoekende van wat is nou leuk om te zien. Oh ja, en ik krijg dus binnenkort, 2 weken volgens geleden ben ik dus gaan kijken voor een nieuwe auto. En als het goed is krijg ik dus 1 april de nieuwe auto. En ik kan echt niet wachten, want ik heb er echt zoveel zin in. Het is echt een hele mooie auto. En dan ga ik voor jullie ook filmen. En in juni ga ik naar Mallorca. En ik ga in juli ga ik met mijn vriend op vakantie. Ik ga in augustus naar Adèle. Dus dat zijn wel echt allemaal hele leuke dingen die er aankomen. Maar ja, dat duurt ook nog wel eventjes. Dat is niet zo volgende week. Dus dat. Nou, ik ga even mijn make-up afmaken. En dan zien jullie mij zo op werk weer. Good morning. Ik had natuurlijk vanochtend al gefilmd voor jullie. En ik ben echt blij met mijn outfit. En ik vind het ook leuk dat ik weer een keer zilver in heb. Misschien soms staat het toch wel beter. Ik weet niet. Ik vind zilver en goud gewoon allebei heel leuk. Alleen nu omdat de knopen waren hier zilver. Dus toen dacht ik, nou laat ik dan ook maar een zilveren outfit aandoen. Zilveren sieraden. Ik ben aangekomen op werk. Ik heb net even een TikTokje opgenomen. Ik ga even ontbijten, want het is nog heel vroeg. Het bord is al gedaan, dus dat is helemaal chill. En dan gaan we er weer een goede dag van maken. Helemaal zin in. In Tabo op zee zien. Zijn de Lisa in Tabo op zee boeken ook voor kinderen bedoeld die nog nooit hebben gezeild? Ja, natuurlijk. Oké, we gaan even eens kijken. Als het goed is heb je aantekeningen gemaakt en we hebben geluisterd naar het interview. En dan kunnen we de vragen zo in 1 keer invullen. Nou, wie wordt er geïnterviewd? Ja, schrijf op. 2 keer een hoofdletter, voornaam en achternaam. Zo. En wanneer is de schrijfster begonnen met schrijven? Dat vertelde ze in dat interview. In welk jaar was dat? Ja, in 2001 is ze begonnen met schrijven. In 2001. Nou. En dat kwam ook in het interview. Nummer 5. Op koude avonden doen wij de kachel aan. Schrijf op kachel. En denk goed na, waar komt het afbreekstreepje? En schrijf hem anders nog een keertje op, dan onthoud je hem beter. 6. Als het vriest, is er opvang voor mensen die dakloos zijn. Schrijf op dakloos. Nou, de kinderen zijn naar de gym. Het was weer een goede dag. Middag was wel even wat drukker. Ze zijn dus begonnen met een tekening van hun naam. En dan in de letters van hun eigen land. Dus bijvoorbeeld Chinese letters of iets anders. Dus dat is wel heel leuk. Ik ga nu eventjes bord voor morgen doen. Want de kinderen zijn dus naar de gym, dus nu kunnen ze het niet voor mij doen. Dus ik ga het nu even zelf doen. Dat doe ik echt bijna nooit meer. Nou, ik ben thuis van werk. Het is iets eerder, maar ik ben er ook altijd heel vroeg op werk. Dus ik ben iets eerder naar huis gegaan. En ik ga nu even mijn nagels doen zelf. Ik doe dus mijn nagels altijd zelf. Ik heb gewoon Biab en daar overheen doe ik gewoon pink gel lak voor de kleur. En er is er nu eentje van afgevallen. En ik doe het eigenlijk 1 keer in de 2-3 weken. Ja, kijk, het blijft eigenlijk veel beter zitten. Alleen hier heb ik dus de hele tijd aangezeten. En toen brak die af. En nu denk ik, ik ga gewoon lekker alles opnieuw doen. Dus ik ga lekker hier aan mijn make-up tafel. Ga ik een serietje kijken. En ondertussen mijn nagels doen. En dan ga ik daarna lekker pasta maken. En dat is een beetje de planning. Ik heb dus mijn nagels rood gedaan. En ik vind het dus nu helemaal niet mooi. Ik heb dit zo vaak. Dan denk ik, laat ik even wat anders doen dan roze. Dus dan heb ik nu rood gedaan en ik vind het gewoon
heel heftig. Ik heb ze ook de vorige keer heb ik ze van vierkant naar rond gedaan. Of nou ja, hoe je dit ook noemt. Nou, ik weet het niet. Het is niet helemaal mijn ding. Ik ga nu lekker eten. Good morning. Het is vandaag zaterdag. Ik kom echt net de douche uit. En ik ga dit weekend voor jullie filmen. Want ik ga namelijk een nachtje weg samen met mijn vriend. En ik ga straks eerst naar de kapper toe. Nou ja, naar de kapper. Ik moet alleen even mijn haar goed laten doen. En dan gaan mijn vriend even mee. En dan gaan we daarna hebben een nachtje weg in Breda. Dus ik heb er echt super veel zin in. Mijn vriend is nu nog even aan het werk. En ik ga dus nu gelijk eventjes mijn spullen inpakken. Want dat had ik nog niet gedaan. Ik had gisteren dit enkelbandje gekocht bij de Action. Ze hebben namelijk dus nu van die stainless steel armbandjes en oorbellen en dat soort dingen. Dus die verkleuren niet. Dus ik dacht, deze vind ik wel heel cute. Dat was ook echt heel goedkoop. 2 euro dacht ik. Kijk, zo ziet het eruit met van die pareltjes eraan. Heel cute. Oké, en ik heb gisteren bij de Bershka heb ik dat setje gekocht. Dat setje die echt iedereen heeft. Met die grijze broek. En dat grijze shirt. En ik heb hem nog niet gepast. Ik heb de broek in een M. Is hier nou een vlek op? Fijn. En ik heb het shirtje in een S. Dus ik ga hem nu eventjes passen. En anders wil ik dat morgen als chill outfit aandoen. Nou, ik ga zo meteen even make-up doen. En ik ga dus een crop laser aandoen. Die heb ik nieuw. En dan heb ik gewoon een zwart topje en een spijkerbroek. En vanmorgen doe ik dan dat chillpak aan. Zo is het ook voor het eerst dat ik mijn armen jezelf omkrijg. En ik ga dus nu heel even naar mijn moeder toe rijden. En dan ga ik even haar auto ophalen. Want ik kan even niet met mijn auto, want ik ben over de kilometerstand heen. En ik krijg dus woensdag de nieuwe auto. Dus ik wil ook niet, als ik nu helemaal naar Breda moet rijden, is best wel een stukje natuurlijk. Dus ik doe het gewoon eventjes op deze manier. En dan ga ik straks eerst naar Evie voor mijn haar. En dan gaan we daarna lekker naar het hotel toe. En dan gaan we denk ik gewoon even in Breda lopen. Dus ik heb wel mijn haar gewassen, maar ik heb er nu niks mee gedaan. Ja, ik heb het even droog gefeund. En dan kan Evie het straks krullen als ze dat wil. Hoop ik. En ik heb wel even mijn sieraden omgedaan. Dit is de outfit. Gewoon deze spijkerbroek. Hij is wel een beetje gekreukeld aan de onderkant. Zo met mijn Adidas Campus. En dan heb ik gewoon dit crop blazertje aan. Alleen, ik heb er dus nu dat zwarte topje onder. Maar dan zie je eigenlijk niet echt dat het een... Nee, ik denk dat ik het wel leuk vind. Ik ga nu eventjes de auto halen. Nee, ik hoef nog niet te gaan. Zeven. Kan je even mijn ding halen die je in de keuken hebt gezet voor mij, alsjeblieft? Wat? Kan je mijn schildkruim even halen? Oké, ja. Wij zijn helemaal klaar. Dit is mijn koffertje en daar zit mijn cadeau in. En we gaan. Dit is de outfit. Kijk, en dit zei ik natuurlijk ook al in de vorige video. Wie moet er ook altijd wachten op zijn vriend? Die nu 5 minuten voor tijd zijn hoofd gaat scheren. Kijk eens. Nou, wij zijn alweer in Breda. En ik heb net mijn haar laten doen bij Evie. Zo, ze heeft het ook gelijk even een beetje gekruld voor mij. En ik ga nu even lekker lunchen. Helemaal zin in. En dan gaan we naar het hotel toe. Oké, er staat hier dus op de kaart een uitsmijter met carpaccio. En dan krijg je dus gewoon een ei op carpaccio. Ik heb dit echt nog nooit gezien. Hebben jullie dit ooit gezien? Is het lekker? Moi of gewoon lekker? Dat is lekker. Oké, we zijn aangekomen. We zitten op de 5e verdieping. Wel uit... Zo. We kijken wel op de snelweg uit. Kijk hoe cute. Heel mooi schoon. En we hebben dus een mega grote tv. En je kan dus smart tv verbinden. Dus dat is ook wel fijn. Kunnen we lekker Netflixen en eronder zit een open haard. En dan heb je een bad. Nou, het is wel leuk gedaan, vind ik. Zo. En dan heb je hier het toilet. En nog de douche.
Lekkere regendouche. Dus helemaal mooi. Helemaal blij mee. Zit hier nog een koelkast? Geen koelkast? Er zit geen koelkast in. Dat is nou weer een beetje jammer. Oké, wij zijn aangekomen in het restaurant bij Ciao Belli. Het ziet er echt heel cute uit. Kijk hoe leuk het eruit ziet. En we gaan nu even lekker wat eten en wat drinken. En ze hebben dus echt hele lekkere stoelen. Oké, zullen we het proeven? Wat is er? We hebben ook even nu, wat waren nou? Risotto kroketjes. Heel lekker, met truffel. Ja, verse truffel erop. Dat geen noten zijn. Oeh, ik ben hier heel benieuwd naar. Lekker, hè? Toch? Je moet ook met je kaas eroverheen doen. Ik durf niet. Lekker, hè? Good morning. Het is vandaag zondag. We hebben net ontbeten. Ik vond het wel een beetje tegenvallen, het ontbijt. Jij? Nou, voor jou was het al prima, maar... Nee, ik vond het ook heel slecht, want... Als je het vergelijkt met een Van der Valk ontbijt, had ik wel wat meer ervan verwacht. Maar ja, misschien ben ik gewoon extra. En het bed vond ik wel heel lekker liggen. Stom dat er twee dekens waren en dat er maar één kussen was. Verder vond ik de kamer op zich wel prima. Maar niet voor het geld. Ik zal gelijk zeggen, de kamer is €200. Dat vind ik wel een beetje duur voor dit. Maar in ieder geval, wij gaan nu uitchecken. Dus ja, ik heb dus een joggingspak aan. Die ene van de Bershka. Die echt letterlijk iedereen heeft. Maar ja, wij gaan er vandoor. Zo. Wij waren net even in de outlet. Dat was ook heel random dat we eigenlijk naar de outlet gingen. En we hebben nu McDonald's. Lekker colaatje. Ik heb een keer nuggets menu. Nee, dat vind ik niet leuk. Niet zo vreemd doet dit ook. Wat is dit? Letterlijk niet. Ik wil wel een hapje van jou, Big Tasty, dan. Mag niet. Maar ik wil het proeven. Het zit bacon, hè? Ja, mag ik het proeven? Het zit bacon. Dus? Dat mag je toch niet? Sinds wanneer mag ik geen bacon? Sinds dat je dat nooit eet. Ja, ik eet het ook nooit, maar... Ik wil het even proeven. In mijn auto kan je het wel handiger eten of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, het is ook niet gemakkelijk om te eten. Nou. Mijn volgende auto kan ik heel goed aan. Nou, wij moeten zo meteen nog een uur naar huis rijden. Dan ga ik even boodschappen doen. Dit ging heel soepel. Heb je een servet? Het gaat er allemaal afwaaien. Vond je het leuk in de outlet? Mm-hmm. Deze was wel veel kleiner. Ja. Echt veel kleiner. Kun je proeven? Ja. Denk je dat ik dat lekker vind? Mm-hmm. Vind je dat dan echt lekkerder dan Kim Nuggets? Ja. Snap ik niet. Vinden jullie me niet zo bijzonder? Oké, wij zijn weer thuis.
Ik zal even filmen wat ik allemaal heb gekocht. En dan ga ik het gelijk even opruimen en daarna ga ik in bed liggen. We zijn een weekendje weg geweest en alsnog zijn we helemaal moe teruggekomen. Nou, wat ik allemaal heb gekocht. Het valt eigenlijk wel mee. Als eerst, een nieuwe ring. Deze met smileys. Oké, ik ben er weer. Wat ik nog meer heb gekocht. Oh ja, ik heb deze klem gekocht voor in mijn haar. Deze. Omdat ik mijn haar vervelend vond. Verder heb ik lipgloss, dat had ik eigenlijk al. Dan heb ik dit sportbroekje gekocht. En dit is voor het hardlopen, zo'n Nike broekje. We waren namelijk ook nog even naar de outlet geweest. En deze heeft zo'n broekje eronder. En als ik dan weer in de zomer wil gaan hardlopen, dan kan ik die dragen. Verder heb ik nog iets gekocht. Ik heb namelijk nieuwe oorbellen gekocht. Deze. Met goud en pareltjes. Die vond ik wel heel cute. En die waren nu echt maar een tientje. En ze verkleuren dus niet. Dus deze. Heb ik verder nog deze gekocht voor aan mijn telefoon. Ik heb dus van die hoesjes waar je dat aan kan doen. Verder heb ik niet echt iets gekocht. Ik ga nu alleen opruimen. En dan zie ik jullie bij de volgende weekvlog weer. Doei doeg. Nou, het is dus vandaag woensdag 19 maart of 20 maart of zo. 20 maart. En normaal doe ik natuurlijk een juffenweekvlog. Alleen maandag en dinsdag heb ik gewoon niks gefilmd. En ja, er waren wel wat leuke dingen deze week. En ik vond het ook stom om niks te filmen. En ik weet ook dat jullie het leuk vinden als er gewoon een vlog online komt. En het is nu nog heel erg vroeg. Ik moet zo meteen naar werk toe. En ik ben even mijn make-up aan het doen. En toen dacht ik, nou, ik begin de vlog alvast eventjes. Vandaag hebben we namelijk de afsluiting van het schoolproject. En daar heb ik de afgelopen weken best wel veel van gefilmd. En vandaag is dus een soort van de presentatie voor de ouders. En dat we het lokaal klaar gaan zetten. En dat de kinderen dus mogen presenteren van wat hebben we nou eigenlijk allemaal gemaakt. Dus toen dacht ik, ja, dan is het wel zo leuk om eventjes het te laten zien vandaag. En na schooltijd krijg ik dus mijn nieuwe auto. En dat heb ik ook al 2 weekvlogs geleden volgens mij, heb ik dat al verteld. Maar ik lease dus nu een auto al 6 jaar. En na 6 jaar, soms na 4 jaar, het verschilt, verloopt dat. Dus ik mocht nu een nieuwe uitzoeken. En dat heb ik gedaan en ik heb een proefrit gereden. En ik ga dus vandaag de auto ophalen. Als alles goed gaat, hoop ik. Dus ik dacht, dat is ook wel leuk om even de nieuwe auto te laten zien. En dan ga ik nu eventjes mijn make-up verder afmaken. En dan zien jullie mij zo op werk. Oh ja, en nog 1 ding. Misschien hebben jullie het wel voorbij zien komen. Maar ik wil dus echt zo graag die nieuwe soort van steltang van Dyson. Nou, het is dus niet echt het is een steltang werkend op lucht. En dat beschadigt je haar blijkbaar niet. Maar ik stel best wel vaak mijn haar. Alleen, ja, ik vind €500 zoveel. En ik twijfel gewoon heel erg. Maar ik denk ook weer, als ik het zo leuk vind, waarom doe ik het dan niet? Dus ik heb helemaal struggles. Dus misschien bestel ik die ook nog. Maar misschien heb ik ook wel jullie advies nodig. Ik ontbijt dus altijd op werk met flavor powder en kwark. Dus ik ga lekker nu even ontbijten. En dat van de projectafsluiting. Het hangt nu een beetje hier. Maar we gaan straks soort groepjes maken. En dan gaan we alles leuk neerzetten. Nou, we hebben dus nu de afronding van het project. En ik dacht, ik ga het even filmen. Want ik heb er natuurlijk de laatste tijd heel veel over gehad. Nou, dit staat op het digibord. Want wij hebben dus Azië. Als eerst hebben we hier China. Kijk, China heeft dit allemaal gemaakt. Heel leuk. En ze hebben dus ook lekkere noedels die je kan proeven. En dan hebben ze hier allemaal mooie dingen gemaakt. En we hebben ook Jordanië, heel leuk. Dit is echt leuk. Met een soort kijkdoos. En allemaal mooie dingen. En daarachter hebben ze ook allemaal dingen verzameld. Ja, dit hadden jullie natuurlijk al gezien. We hebben ook Taiwan. Heel mooi. Leuk. Heel mooi gedaan. We hebben hier nog Thailand. Ook een mooie poster. Heel mooi. Van deze kant zo of aan de andere kant? Hetzelfde was het. Oké.
Nou, daar komt ie. Oh, het is al heel lang. Oh. Daar is die. Hoi. Wil je hem even zien? Kijk, mooi hè? Wow. Ja, heel vet. Good morning, het is vandaag donderdag. En ik heb dus gisteren mijn auto gekregen. Ik heb een stukje gefilmd dat ik hem onder doek weghaal. En ik ben er echt super, super blij mee. Ik heb er gisteren ook nog even in gereden. Ik heb mijn vriend opgehaald. En ja, het is gewoon echt een hele mooie auto. En hij ruikt nog helemaal lekker nieuw. Dus ik ben er heel erg blij mee. Dus ik ben nu ook naar werk met de auto. En vandaag staat er gewoon weer een werkdagje op de planning. Ik moet alleen echt nog alles voorbereiden, want ik moest gisteren dus heel vroeg weg. En ze krijgen vandaag de adviesbrieven mee naar huis. Want ja, het definitieve advies, de doorstroomtoets is binnen. Dus ik krijg vandaag alles mee naar huis. Ik heb alles af, dus ik ga nu even mijn lessen voorbereiden. Het is inmiddels donderdagavond. Volgens mij heb ik vandaag niet super veel gefilmd. Maar de kinderen kregen dus vandaag een adviesbrief mee naar huis. En wat ga je doen? Ik ben een fles aan het zoeken. Ik weet niet waar mijn fles is. Nou, wij gaan dus vandaag voor het eerst kickboksen. We hebben dus een proefles aangevraagd. En we gaan dus zo voor het eerst kickboksen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. En we hebben dus gewoon een proefles gedaan bij, gaan we doen bij zo'n soort boksschool. Dus we hebben ons nu omgekleed. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben wel best wel moe van werk. Maar ja, het is wel goed om eventjes te sporten. Dus, daar gaan we. Good morning, het is vandaag vrijdag. Bijna weekend, ik kan echt niet wachten. En ik zag gisteren een TikTok met deze trui. En toen dacht ik, die trui heb ik ook. Waar is die ook alweer? Dus ik heb even mijn hele kast overhoop gegooid. En ik heb de trui gevonden. En mijn vriend is alvast naar werk. En gisteren gingen we natuurlijk samen kickboksen. Ik vond het echt heel erg leuk. Alleen het deed wel echt best wel een beetje pijn. Omdat ik dat soort dingen gewoon niet gewend ben. En ik ging natuurlijk met mijn vriend kickboksen. Het is niet dat hij op me in ging trappen. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Dus het deed wel echt een beetje pijn. Dus ik hoop niet dat ik blauwe plekken krijg of zo. Maar ja. We gaan het denk ik wel vaker doen. Alleen we weten nog niet bij welke sportschool we het willen doen. We waren gisteren in Leiden. Maar die was net niet echt denk ik wat we zochten. Dus we gaan nog eventjes kijken. Of we gaan volgende week het dan ergens anders proberen. En dan moeten we nog eventjes kijken waar we het uiteindelijk het leukst vinden. In ieder geval, ja, dat dus. Ik ga dus nu even mijn haar stylen. En ik weet dat het echt heel slecht is. Maar ik kan echt niet tegen dit soort dingen. Dit komt door de regen. Dus ja, en eigenlijk wil ik zo graag die nieuwe steltang van Dyson. Die niet slecht is voor je haar, zeggen ze. Alleen ja, €500 vind ik wel weer echt een groot bedrag. Nou, verder is er deze week ook nog geen video online gekomen. Omdat ik dus elke dag heel moe ben. En ik vind het echt zo stom. Maar ik zit gewoon de laatste tijd minder lekker in mijn vel. En ja, dat vind ik gewoon heel stom. En ik merk het ook aan alles. Ik merk het ook gewoon op werk. Dat ik dan sneller geïrriteerd ben. En dat soort dingen. En ook bijvoorbeeld tegen mijn vriend. En dat vind ik echt stom. Maar ja, je hebt natuurlijk ook gewoon dit soort weken erbij zitten. En het hoort er ook gewoon bij. Nou. Even kijken of dit zo doet. Er zit een knoop in mijn steltang. Dus ja, het is even niet anders. Maar ik vind het gewoon naar. Dus nu ook, dan
ben ik eigenlijk, ik heb echt lang geslapen en toch ben ik best wel heel erg moe. En heb ik dan ook een beetje, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik vandaag ga doen en nou ja, dat. Ik wil dat ook gewoon even laten weten, omdat ik niet wil doen alsof alles zo super goed gaat. Maar ik heb gewoon de laatste tijd ook wel gewoon het gevoel dat ik minder snel blij word van dingen of zo. En dat ik dan maar een beetje doe alsof ik blij ben. Geen idee waar dat aan ligt. Maar bijvoorbeeld zo met mijn auto en zo. Dan vind ik dat echt heel leuk. En dan soort van boeit het me niet zoveel. En ik weet niet zo goed waar dat aan ligt. Dat vind ik gewoon heel stom. Dus ja, dat is wel iets wat een beetje in mijn hoofd zit. Maar we gaan er wel gewoon weer een goede dag van maken en proberen. Vanavond ga ik bij mijn moeder eten. En ik ga nog even mijn haar afstylen. Maar dan weten jullie gewoon een beetje wat er in mijn hoofd zit.